Je gaat leren hoe je beter en sneller de juiste keuze maakt. Hoe je jouw tijd efficiënter indeelt en hoe je meer winst en betere klanten krijgt. Als persoon en als ondernemer ben ik oplossingsgericht, gedreven en gepassioneerd met een gezonde dosis spiritualiteit wat mij met de paplepel is ingegeven. Ik combineer mijn feitelijke kennis van zaken met mijn intuïtie en daar ligt dan ook mijn kracht. Ik ben erachter gekomen dat ik door de dingen te doen die mij echt interesseren en waar ik gepassioneerd over ben, een leuker en interessanter leven heb gekregen. Ik hou me nu bezig met mensen juist van binnen in de juiste mindset te krijgen. Door ze meer inzicht en focus te geven, waardoor ze betere keuzes kunnen maken. Door middel van een telefonisch gesprek of een videocall kijken we samen naar jouw bedrijf. En zal ik je inzichten geven om sneller en beter jouw doelen te bereiken. Inmiddels heb ik honderden ondernemers mogen begeleiden. Ondernemers met passie die naar het hogere niveau te willen. Alles waar jij in gelooft, zie je terug in je bedrijf. Het reflecteert jouw intenties. En zijn jouw intenties om jouw klanten het allerbeste advies te geven en alles wat voor jou haalbaar is uit de kast te trekken om jouw klant te helpen, dan bouw je ook aan een solide klantenkring met klanten die voor jou kiezen, die in jou willen investeren. De sleutel is jezelf trainen om aandacht te geven aan die zaken die echt het verschil maken. En je leest en leert van boeken en internet wat je moet doen om je bedrijf te laten groeien. Maar alleen hard werken, daar red je het helaas niet mee. Focussen op een positieve mindset, oftewel een positief denkpatroon. Op een efficiënte, maar vooral plezierige manier werk ik samen met ondernemers en til ze naar een hoger niveau. Door middel van een telefonisch gesprek of een videocall spreken we elkaar ongeveer een uur. En ik weet ook dat als wij de klik hebben, ik jou kan helpen om je business te transformeren naar het bedrijf wat je echt graag wilt. Dus, boek hier een gesprek met mij. Niks te verliezen. Spreek ik je binnenkort.